Heel erg leuk om zoveel van jullie hier te zien. Ik denk dat velen van jullie je wel eens hebben afgevraagd waar de kleren die je draagt vandaan komen en onder wat voor omstandigheden ze geproduceerd zijn. Of misschien ben je wel eens op zoek gegaan naar duurzame alternatieven. En in die zoektocht ben je er wellicht op gestuit dat dat nog niet zo eenvoudig is. In de winkels kun je niet kleding herkennen aan één keurmerk wat goede arbeidsomstandigheden en goede milieuomstandigheden garandeert voor het hele productieproces. En ook horen we steeds maar weer over misstanden in de kledingindustrie. Instortende fabrieken, kinderarbeid, moderne slavernij. Steeds maar weer komen er dat soort berichten naar buiten. Terwijl grote kledingmerken vaak allerlei mooie praatjes hebben over hoe duurzaam zij wel niet handelen. Met dat soort vragen hou ik mij dagelijks bezig bij Somo. En ook voor mij is het niet eenvoudig om duurzame kleding te vinden. Ik wil jullie daarom vandaag ook meenemen. In het komende uur wil ik jullie wat vertellen over hoe dat nou komt. Dat soort misstanden toch maar steeds weer naar boven komen. En dat ga ik doen aan de hand van een van onze meest recente onderzoeken naar kledingproductie in Myanmar. Voordat ik dat doe, nog even een paar woorden over de organisatie waarvoor ik werk. SOMO, Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen. Een non-profit organisatie, onderzoeksorganisatie. Zoals Laura al aangaf, wij kijken naar de impact van bedrijven op mens en milieu. En dat doen we in verschillende sectoren. Dus mijnbouw, elektronica, farmaceutische industrie, landbouw, noem het maar op. En ook kijken we naar de context waarbinnen bedrijven opereren. Dus we kijken naar wet en regelgeving of juist het gebrek daaraan, handels- en investeringsverdragen, internationale normen en standaarden en de impact en effectiviteit daarvan. En bij SOMO zijn verschillende experts werkzaam. We hebben fiscale onderzoekers die jaarverslagen uitpluizen en kijken hoe het zit met de belastingpraktijken van bedrijven. Er zijn ook onderzoekers die gespecialiseerd zijn in het nagaan van hoe complexe bedrijfsstructuren in elkaar zitten. En zelf heb ik me toegelegd op het doen van onderzoek in samenwerking met partnerorganisaties in productielanden, waarbij we kijken naar de werkelijke omstandigheden in fabrieken. Het onderzoek dat wij doen noemen we actiegericht onderzoek. En dat betekent dat het altijd gekoppeld is aan een opvolgingsstrategie. En daarvoor zoeken we altijd de samenwerking met andere maatschappelijke organisaties en vakbonden. Dat kunnen zijn consumentenorganisaties, mensenrechtenorganisaties, milieuorganisaties, maar ook organisaties van duurzame beleggers. En op basis van dat onderzoek gaan we kijken hoe we daar ervoor kunnen zorgen dat we bedrijven en overheden aanspreken. En dat kan zijn door het voeren van campagne, of het aangaan van een dialoog, onderhandelingen of het indienen van klachten. Sinds de oprichting van SOMO in 1973 kijkt SOMO al naar de kledingindustrie en daarbinnen vooral naar mensenrechten en arbeidsomstandigheden. En als we die industrie een beetje onder de loep gaan nemen, dan zien we dat de productieketen van kleding is lang en complex. En vaak, voordat een kledingstuk in de winkel ligt, is het vaak al over verschillende landsgrenzen heen gegaan. Als we naar een simpel katoenen t-shirt kijken, dan zie je dat er heel veel verschillende producenten betrokken zijn bij de productie van één kledingstuk. Dus het begint bij de katoenboeren en de katoenplukkers. Dan zijn er ginners die het katoenzaad van het pluis verwijderen. Het katoen wordt tot garens gesponnen in spinnerijen, tot stoffen gemaakt in weverijen. Het wordt gebleekt en geverfd in ververijen. En vervolgens komt het in de kledingfabriek terecht waar er een kledingstuk van wordt gemaakt. En soms
worden borduursels en applicaties ook weer op andere plekken toegebracht. En zo kan het zijn dat de shirt wat je draagt, dat het katoen uit China komt, dat het vervolgens in India stoffen en garens zijn geproduceerd en in Bangladesh tot een kledingstuk is gemaakt. Maar dat, nou, dat zie je niet in het label. Het label zegt hooguit, land, ja, made in India, made in Bangladesh, dat is het land waar het eindproduct is gemaakt. Maar het hele proces wat daarvoor zit, dat is onduidelijk waar dat gebeurd is en vooral ook onder wat voor omstandigheden dat gebeurd is. Er zijn nog maar een paar kledingmerken die zelf kleding produceren. De meeste merken die leggen zich toe op design, marketing en verkoop, maar besteden het hele productieproces uit. En die productie die vindt met name plaats in lage lonenlanden. En in die landen is er een heel groot aanbod van producenten. Het is relatief makkelijk om een kledingfabriek of een naaiatelier op te zetten. Je hebt naaimachines nodig en vooral veel ongeschoolde arbeiders. Maar de kosten zijn niet heel groot. Dus er hoeven geen grote investeringen gedaan te worden. En daarom zijn er heel veel producenten in allerlei soorten en maten van kleine ateliers bij mensen thuis tot enorme fabrieken. En die concurreren allemaal met elkaar, wat de winstmarges drukt. Aan de andere kant van de keten, de kant van de merken en de retailers, daar zien we een toenemende concentratie. Er zijn een aantal gigantische spelers die deze sector domineren. Denk daarbij aan H&M, het Spaanse Inditex, waar onder andere Zara, maar nog tig andere merken onder vallen. VF Corporation is een heel groot bedrijf met talloze merken. Eigenlijk als je door de grote winkelstraten loopt, het merendeel van de winkels die behoren allemaal tot drie verschillende ketens toe. En in de afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld ook gezien dat veel Nederlandse ketens failliet zijn gegaan, omdat die het niet meer redden. En die concentratie van die paar grote bedrijven, neemt alleen maar meer toe. En die enorme bedrijven die hebben ook een enorme inkoopmacht en bepalen daarmee eigenlijk hoe het in die hele keten aan toe gaat. Zij bepalen de prijs die ze betalen en hoe snel er geleverd moet worden. En de producent heeft eigenlijk weinig onderhandelingsmacht. Er zijn nog een aantal andere belangrijke trends. Laura noemde het al in haar introductie, fast fashion bedrijven. Binnen een aantal jaar tijd zijn we gegaan van twee collecties per jaar, een zomer- en een wintercollectie, naar winkels die wekelijks, maar soms zelfs dagelijks, hun items veranderen. Dus de collecties wisselen continu. En de bedrijven die het meest succesvol zijn, zijn de bedrijven die dat het snelst weten te doen. Die het snelst de nieuwste trends naar de winkelschappen weten te vertalen. En er is dus ook een hele grote druk om dat hele productieproces, om dat maar steeds maar weer te verkorten. Zodat die nieuwe items zo snel mogelijk in de winkels terechtkomen. En dat fast fashion dat is niet alleen iets van de goedkopere ketens. Ook steeds meer luxe merken en designers gaan over tot veel meer collecties per jaar. Dus het is een trend die nog lang niet voorbij is en alleen maar groeiende is. En behalve dat die collecties steeds meer wisselen, dat er steeds meer nieuw aanbod in winkels is, zijn we ook minder gaan betalen voor kleding. Volgens het CBS betalen we minder per kledingstuk, maar geven we in totaal wel meer uit aan kleding. Dus dat betekent dat we meer kleding kopen en dat we er minder per stuk voor betalen. En die kleding die we kopen, die is ook qua kwaliteit achteruit gegaan. Veel van de populaire fast fashion bedrijven maken kleding die niet bedoeld is om heel erg lang mee te gaan. Je draagt het een paar keer en je gooit het weer weg. Ik ga het vandaag vooral hebben over sociale omstandigheden, over arbeidsrechten en mensenrechten.
Maar die gigantische productie van kleding, dat heeft ook hele andere negatieve effecten. Dus productie van kleding neemt heel veel grond en water in beslag. En de groeiende textielafvalberg die we met z'n allen creëren, leidt ook weer tot allerlei problemen. En mooie praatjes ten spijt van grote ketens als H&M, die acties hebben waarbij je afgedankte kleding in de winkel kunt inleveren met de belofte dat zij het gaan recyclen. Dat klinkt heel mooi, maar de technologie is eigenlijk nog niet zo ver. En de type kleding die H&M de wereld instuurt, is eigenlijk vaak van gemengd materiaal en van een lage startkwaliteit qua vezels. En dat valt eigenlijk helemaal niet goed te recyclen. Dat wordt gepresenteerd als een soort oplossing. Maar in feite, je krijgt ook een kortingsbon mee bij die tas die je inlevert. En dat is natuurlijk bedoeld zodat je weer iets nieuws gaat aanschaffen. Dus de vraag is hoe duurzaam dat soort acties zijn. Een andere trend is dat de online verkoop ook steeds toeneemt. En dat geeft ook weer additionele druk op die prijs. Omdat consumenten zijn makkelijk in staat om voor de laagste prijs te zoeken. Dus dat geeft weer extra druk om voor zo laag mogelijke prijs te produceren. Nee, die grote druk op snelle levering en lage prijzen, die leidt tot arbeidsrechten schendingen. Het heeft een directe link met lage lonen, lange werkdagen, kinderarbeid, fabrikanten die niet voldoende financiële ruimte hebben om te investeren in de veiligheid van hun gebouwen. En het leidt ook nog tot andere praktijken, namelijk dat er binnen die keten een hoge mate van verdere uitbesteding en onderaanneming is. Dus, fabrikanten die staan onder hoge druk om orders op tijd af te hebben. Zo niet, dan zitten er grote boeteclausules aan verbonden. Dus wat doen zij om die orders op tijd af te hebben? Schakelen zij vaak weer andere fabrikanten in, die het natuurlijk weer voor nog wat goedkoper moeten weten te doen. En op die manier worden er allerlei schimmige naaiateliers, thuiswerkplaatsen in de ketens van merken opgenomen zonder dat zij dat vaak weten. Dit is vast niet voor iedereen te zien, maar dit plaatje laat een aantal van die grote kledingbedrijven zien en de merken die daaronder vallen. Het is niet, zeker niet compleet en ook niet actueel. H&M heeft een paar weken geleden de negende winkelconcept gelanceerd. En de Caring Group, wat voorheen PPR heette, daar vallen 730 verschillende merken onder. Dat zie je hier niet, maar dit geeft een klein inzicht over hoe groot die bedrijven zijn en hoeveel verschillende merken en subbedrijven eronder vallen. Nou ja, prijs is dus heel erg belangrijk, lage productieprijs. En veel kledingbedrijven die zijn ook continu op zoek naar plekken waar zo goedkoop mogelijk en zo snel mogelijk geproduceerd kan worden. We noemen dat de zogenaamde race to the bottom. China is heel lang het allergrootste productieland geweest van kleding, is het nog steeds, maar dat neemt heel hard af. En hoe komt dat? Dat komt omdat China een aantal jaar geleden het minimumloon heeft verhoogd. En dat had als gevolg dat veel kledingmerken op zoek gingen naar goedkopere productielocaties. En in eerste instantie weken ze vooral uit naar Bangladesh. En die industrie die groeide daar zo hard, die was helemaal niet toegerust op zo'n snelle toename van orders. Er was geen enkel toezicht op
op fabrieken. En we weten allemaal tot wat voor excessen dat heeft geleid. Dus, fabrieken werden, er werden verdiepingen opgebouwd. Fabrieken werden gehuisvest in gebouwen die daar helemaal niet geschikt voor zijn. Met als natuurlijk tragisch dieptepunt de ramp met Rana Plaza, waar meer dan 1100 werknemers omkwamen. Maar dat was zeker niet, dat was niet de eerste en helaas ook niet de laatste ramp. In 2013, voordat die ramp zich voordeed, hebben wij samen met Schone Klerencampagne onderzoek gedaan naar veiligheid van fabrieken in Bangladesh. En telde toen in één maand tijd 26 gevallen van waar fabrieken, waar de branden waren, boilerexplosies. En vaak met dodelijke slachtoffers, maar vaak haalde dat het nieuws niet. Na Bangladesh is er in Myanmar een nieuwe hotspot voor kledingproductie ontstaan. En dat heeft alles te maken met het feit dat in 2012 de EU de economische sancties ophief. En daardoor konden kledingmerken in Myanmar hun kleding gaan laten produceren. En dat is ook een land waar dat heel goedkoop kan. En waar er gunstige handelsvoorwaarden zijn. Dus kleding uit Myanmar kan zonder importheffingen de Europese markt opkomen. Dus ook in Myanmar zag je dat die industrie opeens explosief groeide. En dat was voor ons de reden om te gaan kijken hoe de omstandigheden eigenlijk waren in die industrie. Dus we zijn in 2015 begonnen om onderzoek te gaan doen, samen met lokale arbeidsrechtenorganisaties. We hebben uiteindelijk meer dan 400 werknemers uit 12 fabrieken geïnterviewd, aangevuld met interviews met merken, fabriekseigenaren, vakbonden, NGO's, verbeterinitiatieven. Het was een heel groot onderzoek. Ik ben er zelf 3 maanden geweest om een serie van trainingen te geven aan de onderzoekspartners en ook om zelf een deel van de interviews uit te voeren. Voordat ik verder inga op wat we daar onderzocht hebben en gevonden hebben, een klein beetje context over Myanmar. Het land heeft net 50 jaar militaire dictatuur achter de rug. In 2015 waren er voor het eerst in lange tijd democratische verkiezingen, waarbij de NLD, de partij van Aung San Suu Kyi, een grote overwinning boekte. Wat iedereen heel hoopvol stemde. Maar de vraag is of Myanmar werkelijk een transitie naar een democratische samenleving gaat maken. Want ondanks dat de NLD dus de grote winnaar van de verkiezingen was, heeft het leger nog steeds een flinke vinger in de pap. Zowel op politiek als economisch vlak. In 2008 heeft het militaire regime de grondwet aangepast. En onder andere hebben zij daarin geregeld dat 25% van de zetels in het parlement voor het leger gereserveerd is. En een grondwetswijziging vereist een meerderheid van meer dan 75%. Dus dat gaat niet gebeuren. Ook regelden ze in die grondwet dat 3 belangrijke ministeries, waaronder ook het ministerie van Arbeid, geleid worden door de militaire gesteunde partij. En ook dat leger heeft allerlei bedrijven opgericht. Soms zijn er zichtbare links en soms zijn ze onzichtbaar. Maar die militairen hebben echt een flinke greep op de economie ook. En de democratie, in feite zijn er 2 regeringen, democratische en militaire. En de NLD zit eigenlijk helemaal vast. Die moeten dealen met dat leger, wat op grote schaal mensenrechten schendt. Er zijn in verschillende delen van het land gewapend conflict. We horen natuurlijk heel veel over
de Rohingya-crisis in Rakhine, maar ook in andere delen van het land is gewapend conflict gaande. Dus er is zeker nog geen sprake van vrede. Daarnaast is de wetgeving in Myanmar is niet in lijn met internationale standaarden, zeker ook niet de arbeidswetgeving. Is er zeer beperkt ruimte voor maatschappelijk middenveld. Pas sinds 2012 zijn vakbonden en maatschappelijke organisaties toegestaan om hun werk te doen, maar ze krijgen weinig ruimte en er zijn ook nog allerlei verouderde wetten die hen het werk moeilijk maken. Zo is er smaadwetgeving waarbij je door het posten van een simpel Facebookbericht jaren de cel in kan gaan. Ik vertel dat omdat dat is dus de context waarbinnen dus kledingbedrijven in Myanmar opereren. Een hele ingewikkelde, complexe context met conflict een zeer fragiele democratie. Nog wat meer over die groeiende kledingindustrie in Myanmar. Myanmar heeft al een hele lange historie van kledingproductie. En er werd ook begin van de jaren 2000 werd er veel geproduceerd voor Amerikaanse en Europese merken. Maar dat viel allemaal in elkaar toen er economische sancties werden ingesteld vanwege de grove mensenrechten schendingen in het land. Er waren ongeveer 400 kledingfabrieken in die tijd. En heel veel kledingarbeiders zijn hun banen kwijtgeraakt. En er bleven iets van 130 fabrieken over die nog voor Aziatische afnemers produceerden. Uit landen waar die geen sancties hadden ingesteld. En inmiddels is het plaatje heel anders. Inmiddels zijn er iets van 500 kledingfabrieken. Het gaat heel erg hard. In een paar jaar tijd is het aantal fabrieken verdrievoudigd. Ook het aantal werknemers groeit heel erg hard. En inmiddels heeft de Europese Unie Japan voorbijgestreefd als de belangrijkste afzetmarkt. Dus van alle kleding die in Myanmar geproduceerd wordt, komt het meeste hier terecht. En Nederland is ook, ook een belangrijke afnemer. Die fabrieken in Myanmar die zijn eigenlijk grotendeels in handen van buitenlandse eigenaren. Dus dat zijn Chinese, Koreaanse, Taiwanese fabrikanten die vaak onder druk van hun afnemers, dus de westerse kledingmerken, fabrieken hebben opgezet in Myanmar om daar goedkoper te kunnen produceren. En de regering van Myanmar wil ook graag dat soort investeringen aantrekken, dus biedt buitenlandse investeerders allerlei belastingvoordelen en andere voordelen. Zo is die hele industrie daar eigenlijk in buitenlandse handen. En je kunt je afvragen of dat wel heel veel bijdraagt aan de lokale economische ontwikkeling. Het land waar die fabrieken op zijn gebouwd, daar zijn vaak nog onopgeloste conflicten. Tijdens het militaire regime is er op hele grote schaal land afgenomen van mensen. Dus veel rijstboeren moesten wijken voor die fabrieken en zijn nooit gecompenseerd. Dus dat zijn oude landconflicten, maar er zijn ook nieuwe landconflicten. Omdat die industrie zich zo snel aan het uitbreiden is, worden er nu ook in rap tempo speciale economische zones gebouwd. En dat gebeurt vaak ook op een manier waarop mensen van hun land worden verdreven zonder dat daar enige compensatie tegenover staat. Dan is het ook nog zo dat je hebt een aantal grote militaire conglomeraten die actief zijn in allerlei sectoren en soms dus ook kledingfabrieken hebben. Maar er zijn ook minder zichtbare links met het leger. Buitenlandse investeerders kunnen geen gebouwen of grond bezitten.
moeten dat huren. En het kan dus zijn dat het land of de fabrieksgebouwen, dat die in handen zijn van militairen. En zo is er niet een heel directe link, maar toch kun je zo als Westers kledingmerk ongewild en onbedoeld de militairen steunen die op grote schaal mensenrechten schenden. Dan wat over wat we in de fabrieken aantroffen. De mensen die in de fabrieken werken, dat zijn met name jonge vrouwen. Er is een grote voorkeur voor jonge vrouwen. Boven de 35 tel je eigenlijk niet meer mee. Dus dan wordt het heel erg moeilijk om een baan te vinden. En veel van de arbeiders in die kledingfabrieken zijn migranten. Zij komen uit rurale gebieden waar weinig werkgelegenheid is, of soms uit gebieden in Myanmar waar conflict heerst. En komen vooral naar Yangon, waar waar de grootste deel van de industrie plaatsvindt, komen daar op zoek naar werk. Wat we verder zien is dat het voor moslimvrouwen moeilijk is om werk te krijgen in deze fabrieken. Er zijn veel spanningen in Myanmar tussen de boeddhistische meerderheid en de moslimminderheid. Dat leidt er ook toe dat fabrikanten willen die spanningen niet op hun werkvloer hebben. Daardoor is het moeilijk voor moslimvrouwen om werk in deze sector te vinden. Wat jullie niet onbekend zal voorkomen, wat we eigenlijk in alle landen tegenkomen, is dat lonen absolute hongerlonen zijn. Myanmar heeft in 2015 voor het eerst een minimumloon ingevoerd. En dat ligt omgerekend op ongeveer 2 euro per dag. En dat is ook daar zeker niet genoeg om van te leven. Dat loon is dus al heel erg laag, maar wat we in ons onderzoek tegenkwamen is ook dat fabrikanten er alles aan doen om daar toch nog onder te gaan zitten. En de wetgeving in Myanmar die geeft daar ook de ruimte voor, omdat je de zogenaamde apprentices, kun je de eerste 3 maanden 50% van het minimumloon betalen. En als je in je proefperiode, dat is van 3 tot 6 maanden van je dienstverband, kun je 75% van het minimumloon krijgen. Doordat er van die loopholes in de wet zitten, wordt er op allerlei manieren misbruik van gemaakt. Dus als jij als kledingarbeider, als je wilt wisselen van fabriek, als je ergens anders aan de slag wilt gaan, dan begin je weer op nul. Ook al heb je al 10 jaar ervaring, dan begin je dus weer met die 50 of 75% van het minimumloon. Veel fabrikanten die gingen ook arbeiders ontslaan nadat ze die 6 maanden hadden volgemaakt en recht hebben op 100% van het minimumloon. Of juist mensen niet meer op een contract aannemen, maar als dagarbeiders. Allerlei manieren om onder dat minimumloon uit te komen. Daarnaast zijn er allerlei inhoudingen. Dus voor allerlei kleine overtredingen, en een overtreding kan al zijn te vaak naar de wc gaan of praten onder het werk, zijn er inhoudingen op dat loon. En hetzelfde geldt voor als je een dag mist, ook als je ziek bent. Er een ingewikkeld systeem is waarbij je een social security pas moet hebben om officieel bij een arts ziekteverlof aan te vragen. Werknemers krijgen zo'n pas niet, dus kunnen dat hele formele proces niet doorgaan. En vervolgens worden ze gekort op hun salaris omdat ze een dag gemist hebben. Wat we ook tegenkwamen was excessief en gedwongen overwerk. Hele lange werkdagen, 12 uur of langer. En zeker als een
een order, nou ja, als de deadline voor de verscheping in de buurt kwam, dan liep het soms heel erg uit de hand. Dat, nou ja, soms tot wel 20 uur achter elkaar doorgewerkt moest worden om die orders maar op tijd de fabriek uit te krijgen. Vaak geen contracten of er wordt wel iets getekend, maar arbeiders weten niet wat ze getekend hebben, krijgen geen kopie mee. Dus hebben niks waarop hun, hun rechten op papier staan. Onveilige en ongezonde omstandigheden verschilden een beetje per fabriek. Er zijn fabrieken, zijn oude fabrieksgebouwen die het vaak niet heel goed aan toe zijn. Maar er zijn ook nieuwere fabrieken waar het qua veiligheid beter is. Waar in ieder geval het gebouw in orde is en geschikt is om daar een fabriek in te huizen. Maar het probleem is vervolgens hoe die fabriek wordt ingericht. Dus vaak is het veel te vol, zitten de mensen te dicht op elkaar, staat het vol met dozen en worden uitgangen geblokkeerd. En dat kan tot grote risico's leiden als er een brand uitbreekt. Wat een paar weken geleden nog in een van de fabrieken gebeurd is. Verder is het... Er zijn allerlei problemen in die fabrieken, maar het is heel erg moeilijk voor werknemers om, om daar iets aan te doen, om een recht te claimen of om ergens te klagen. Er zijn nog nauwelijks vakbonden en de vakbonden die het zijn, die worden het heel erg moeilijk gemaakt. In heel veel fabrieken waar arbeiders proberen om zich te organiseren in een vakbond, worden de leiders van zulke initiatieven ontslagen. En vaak ook op een zwarte lijst gezet, waardoor ze niet meer in andere fabrieken aan de slag kunnen gaan. En ook verder zijn er weinig mogelijkheden om, om ergens terecht te kunnen met je klachten. Wat ik als laatste wilde aanstippen is... probleem van kinderarbeid. Dat kennen we wel uit de kledingindustrie, maar in veel landen zoals in India en Bangladesh is dat in de fabrieken die direct voor westerse merken werken, is dat grotendeels teruggedrongen. En dat betekent niet dat het probleem opgelost is, dat betekent vooral dat het probleem zich verplaatst naar fases in de keten die minder zichtbaar zijn of die dieper de keten in. Maar in Myanmar zien we dat we ook in de fabrieken die direct leveren aan westerse merken, dat er veel kinderarbeid is. En dan gaat het zowel om kinderen tussen de 14 en 18 die wel mogen werken, maar voor een beperkt aantal uur per dag. Dat gebeurt niet. Iedereen die in zo'n fabriek werkt, maakt even lange uren als het rest. Maar ook kinderen onder de jonger dan 14... 11, 12, 13 jaar, die volgens internationale normen, maar ook niet volgens de Myanmar-wetgeving, absoluut niet mogen werken. Dat gebeurt ook in de fabrieken. Dit is een foto uit een van de fabrieken. En dit is een foto van hoeveel van die migranten leven. In Yangon, waar dus de meeste migranten terechtkomen, reizen de huren de pan uit. Er is echt een enorm gebrek aan betaalbare woningen. En heel veel kledingarbeiders die komen op dit soort plekken terecht. Vaak zijn dat squatter areas. Dus, ze zetten ergens een hutje neer, vaak zonder elektriciteit of stromend water. En ook nog met het risico dat ze op een dag... dat ze worden gevraagd om te vertrekken. Hoe kan dat nou dat dit soort misstanden elke keer maar weer zich voordoen? Want we kennen deze verhalen natuurlijk ook uit Bangladesh, uit India, uit China, uit Cambodja. Overal waar kledingproductie plaatsvindt, stuiten we op dit soort problemen. En dat heeft enerzijds mee te maken met dat het bedrijfsleven is
over landsgrenzen heen gaan opereren, via dochterondernemingen of via productieketens. Maar er is niet een internationaal wetgevend kader. Het is heel erg moeilijk om een bedrijf aansprakelijk te stellen voor schendingen die elders plaatsvinden. Dus anders dan het land waar het hoofdkwartier gevestigd is. Dus er is een gat tussen de praktijk van het internationaal opererende bedrijfsleven en hoe de wetgeving geregeld is. Daarnaast is in veel productielanden, in sommige gevallen zoals in Myanmar, is de wetgeving op zich ook een probleem. Dus die is niet in lijn met de internationale normen op het gebied van arbeid. In veel landen is die wetgeving best wel oké. Bijvoorbeeld in India is de wetgeving niet zozeer het probleem, maar het gebrek aan handhaving. De corruptie die op grote schaal plaatsvindt. Daarnaast een gebrekkige toegang tot recht. Dus als je als werknemer wiens rechten geschonden worden, je recht wilt halen, dan in veel landen werkt het rechtssysteem niet echt in je voordeel. En kun je daar niet terecht voor genoegdoening. In afwezigheid van een internationaal wetgevend kader zijn er wel allerlei andere instrumenten ontwikkeld, wat de zogenaamde soft law instrumenten noemen, onder andere door de Verenigde Naties en door de OESO. Die zijn op papier heel mooi, die beschrijven heel goed dat een bedrijf verantwoordelijk is voor de hele productieketen en dat een bedrijf mensenrechten moet respecteren en als er schendingen plaatsvinden, daarop moet handelen. Maar die instrumenten zijn ontoereikend omdat ze onvoldoende afdwingbaar zijn. Veel bedrijven die hebben gedragscodes ontwikkeld waarin ze ook waarin ze verwijzen naar dit soort instrumenten, waarin ze aangeven dat mensenrechten en arbeidsrechten bij hun toeleveranciers gerespecteerd dienen te worden. Maar dat is wederom mooi op papier. Maar de naleving daarvan die is zeker niet gegarandeerd. Dat heeft te maken met de type inspecties die bedrijven zelf doen. Veel bedrijven voeren zogenaamde social compliance audits uit. En dat betekent meestal dat er hooguit één keer per jaar iemand naar zo'n fabriek toe gaat en dan in één dag tijd zowel de hele administratie moet doorgaan als met werknemers moet spreken. En dat gebeurt dan vaak, het spreken van die werknemers gebeurt vaak binnen de fabrieksmuren, waardoor werknemers zich niet veilig voelen om te vertellen wat er daadwerkelijk gebeurt. En vaak zijn ze ook geïnstrueerd om bepaalde antwoorden te geven. Dus via die controles die bedrijven zelf uitvoeren, komt eigenlijk de werkelijke omstandigheden die komen eigenlijk op die manier niet aan het licht. En daarnaast kan een bedrijf wel een mooi beleid op papier hebben als het gaat om de naleving van mensenrechten en arbeidsrechten. Maar als tegelijkertijd het inkoop- en prijsbeleid dat onmogelijk maakt door te verlangen dat zo'n producent tegen de allerlaagste prijs en in een heel rap tempo orders aflevert, dan is dat natuurlijk een onmogelijke situatie. En als laatste zijn er ook bedrijven die actief lobbyen tegen verbeterde wetgeving of zelfs in het geval van Inditex. We hebben een paar jaar geleden onderzoek gedaan naar een schandaal rondom moderne slavernij in Brazilië. Dat ging om illegale ateliers waar migranten onder erbarmelijke omstandigheden moesten werken en schulden waren aangegaan om in Brazilië te komen. Die moesten afbetalen en daarom dag en nacht opgesloten zaten in dat atelier om die schulden te kunnen afbetalen.
Nou, die bleken allemaal voor Zara kleding in elkaar aan het zetten te zijn. En de Braziliaanse overheid die heeft een heel, eigenlijk een heel interessant en progressief systeem ingesteld om moderne slavernij op te sporen. Door middel van inspecties. En er is ook een heel systeem aan verbonden met boetes en een zwarte lijst. Dus alle bedrijven die betrapt worden op dat soort praktijken, die worden op een openbare zwarte lijst gezet. En pas als ze hebben laten zien dat ze het probleem hebben aangepakt, worden ze van die lijst afgehaald. Omdat die Braziliaanse inspectie die ateliers aantrof met die verschrikkelijke praktijken, en ze erachter kwamen dat er eigenlijk alleen maar voor Zara geproduceerd werd. En dit was een geval van onderaanneming. Dus Zara had de order natuurlijk niet daar geplaatst, maar bij een andere toeleverancier die het weer verder uitbesteed had. Maar de Braziliaanse inspecteurs vonden, ze zijn zo duidelijk alleen maar voor Zara aan het werken. Zara had kunnen weten dat de eigenlijke toeleverancier die order helemaal niet aan het maken was, omdat ze nog maar 15 mensen in dienst hadden. Die hadden nooit de grote aantallen kunnen produceren die gevraagd werden. Dus zij stelden, Zara is eigenlijk de werkelijke werkelijke werkgever. Dus we gaan ook Zara op die zwarte lijst zetten en we gaan de boetes aan Zara, aan Zara uitdelen. Nou, daar is Inditex, het moederbedrijf van Zara, is daar tegen in verweer gekomen en heeft uiteindelijk een rechtszaak aangespannen tegen de Braziliaanse arbeidsinspectie. En heeft er uiteindelijk ook voor kunnen zorgen dat die zwarte lijst offline is gehaald. Dat was nu een aanpak die in allerlei internationale fora geroemd werd van, hier is een overheid die echt werk maakt van het aanpakken van dit soort schendingen. En vervolgens, Zara was niet de enige die rechtszaken aanspande, er waren meer bedrijven die dat deden. Maar vervolgens door zo'n juridische strategie van bedrijven worden dat soort initiatieven de nek omgedraaid. Dat staat in schril contrast tot wat een bedrijf als Inditex op een website onder het kopje MVO beweert, namelijk dat het verantwoordelijkheid neemt voor het gehele productieproces, dat alles prima in orde is. Dat is een heel ander verhaal dan wat ze in de rechtszaal verkondigen. Maar hoe moet het dan? Bij SOMO spreken wij zowel bedrijven als overheden aan op hun verantwoordelijkheden om te zorgen dat bij de productie geen mensenrechten geschonden worden. En dat begint natuurlijk bij overheden die die internationale normen op het gebied van mensenrechten en arbeidsomstandigheden adequaat naar wetgeving vertalen en die wetgeving ook handhaven en controleren. Daarnaast pleiten wij ook voor wetgeving op het gebied van ketentransparantie. Er is een positieve ontwikkeling, er is een grotere, een groeiende groep van bedrijven die op zijn minst bekend maakt waar de kleding geproduceerd wordt. Dus dat gaat dan vaak alleen over de eerste toeleveringsschakel, de kledingfabrieken. Maar dat is heel belangrijk dat bedrijven dat openbaar maken, zodat als je als werknemer tegen problemen aanloopt, dat je weet waar je kan aankloppen. Omdat je vaak met het lokale management komt het niet tot een oplossing, omdat de daadwerkelijke macht toch bij die grote merken en retailers ligt. In Frankrijk is er een wet in de maak die het verplicht voor bedrijven om zogenaamde mensenrechten due diligence uit te voeren. Dat is een begrip wat uit de VN-richtlijnen voor bedrijven en mensenrechten komt. En dat betekent zoveel als dat je als bedrijf verantwoordelijkheid hebt om mensenrechtenrisico's in kaart te brengen, om die zoveel mogelijk die risico's te voorkomen. En als er daadwerkelijke schendingen plaatsvinden, om te zorgen dat slachtoffers gecompenseerd worden en dat die situatie zich verbetert.
Dus dat is een begrip wat in die internationale richtlijnen die niet afdwingbaar zijn voorkomt, maar wat Frankrijk nu in wetgeving gaat gieten. Ook een interessante ontwikkeling. Maar uiteindelijk is het nodig dat bedrijven juridisch aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schendingen in hun productieketens of bij hun dochterondernemingen. Maar zover zijn we nog niet. Er is nu wel op VN-niveau zijn er onderhandelingen over een VN-verdrag in zaken bedrijven en mensenrechten. Maar dat gaat nog een lang en moeilijk proces worden. En in de tussentijd vinden wij bij SOMO dat bedrijven binnen de afspraken aan zouden moeten gaan. Dus om weg te gaan van die vrijwilligheid en zelfregulering die tot niet veel heeft geleid. En er is één interessant voorbeeld al van waar bedrijven met vakbonden bindende afspraken zijn aangegaan. En dat is het, het zogenaamde Bangladesh Veiligheidsakkoord. Dat is na die grote ramp in 2013 is dat tot stand gekomen. En dat is een van de eerste initiatieven waar bedrijven dus niet alleen zeggen van wij gaan vrijwillig aan verbetering werken, maar waar ze dus echt bindende afspraken aangaan. En als ze zich niet aan die afspraken houden, dan kunnen ze voor de arbitragerechter gesleept worden. Dat is laatst gebeurd. Het is met twee bedrijven zijn voor de rechter gedaagd omdat ze de voorwaarden van dat akkoord niet naleefden. En met één bedrijf is het inmiddels tot een schikking gekomen. Dat bedrijf dat moet 2,3 miljoen betalen om het gaat om 150 fabrieken in Bangladesh, om daar dat geld moet gestoken worden in het verbeteren van de veiligheid van die fabrieken. Er zijn allerlei interessante componenten van dat akkoord. Daarin is ook afgesproken dat er zijn meer dan 200 merken zijn daarbij aangesloten. Er worden echt grondige inspecties uitgevoerd bij al hun toeleveringsfabrieken. Door echte mensen die daar verstand van hebben. Dus die gebouwveiligheid en brandveiligheid in de normale audit van bedrijven moet één iemand maar overal verstand van hebben. Maar dit zijn echt goed opgeleide inspecteurs die heel deskundig zijn. En die in kaart brengen wat er allemaal verbeterd moet worden qua veiligheid. Als zo'n fabriek niet veilig blijkt te zijn, dan moet die ook tijdelijk gesloten worden als het echt levensgevaarlijke omstandigheden zijn. En dat akkoord dat stelt ook dat de merken ook financieel moeten bijdragen aan al die renovaties en verbeteringen. Dus dat is een heel interessant en positief stemmend initiatief, maar natuurlijk alleen nog maar gericht op Bangladesh en op veiligheid van gebouwen. En er zijn natuurlijk talloze andere issues die ook aangepakt moeten worden. Maar dat geeft wel aan dat het dus kan, dat het dus bedrijven, dat je bindende afspraken kunt aangaan en dat er op die manier aan verbetering gewerkt kan worden. Dus dat stemt positief en hopelijk breidt het zich uit naar andere landen en andere issues. En uiteindelijk moeten bedrijven natuurlijk ook de milieu- en sociale kosten in hun prijsbeleid gaan internaliseren. Dus ze moeten een eerlijke prijs gaan betalen en die alle kosten die met productie te maken hebben omvat. Omdat Niels van Renkebrand hier helaas niet kon zijn, ga ik heel kort even in op wat je dan als consument kan doen. En daarbij wil ik wel eerst zeggen dat primair de verantwoordelijkheid natuurlijk ligt bij de overheden en bedrijven. En ik vind het onethisch om van een consument te verwachten dat je in de winkel een keuze moet maken tussen een product waar misschien kinderarbeid of andere schendingen aan te pas is gekomen. Met dat soort keuzes zou je in de winkel niet geconfronteerd moeten worden. En
laat staan dat je het überhaupt kan achterhalen, want dat is heel ingewikkeld. Maar ja, zover is het natuurlijk nog niet dat de winkelschappen vrij zijn van producten die met schendingen tot stand zijn gekomen. En in die tussentijd zijn er natuurlijk dingen die je wel kunt doen en allerlei interessante informatiebronnen. Zoals bijvoorbeeld Rank A Brand, die van heel veel bedrijven op een rij heeft gezet hoe zij scoren op allerlei verschillende thema's, dus sociaal, milieu, heel breed scala aan thema's worden bedrijven gerankt. En je kunt ook via die website bedrijven aanspreken of zelf actief worden als ranker. Dan is er de Fair Wear Foundation, een Nederlands initiatief. Meer dan 80 merken bij aangesloten en vakbonden, NGO's. Het is een verbeterinitiatief. Een van de meest strengere initiatieven die er zijn op dit gebied. Maar daarbij wel opgemerkt dat alleen maar gaat over arbeidsomstandigheden en alleen maar over de eerste toeleveringsschakel, dus over de kledingfabrieken. En dat is bij veel verbeterinitiatieven in de kledingindustrie richten zich of op één schakel of op dan wel milieu, dan wel arbeidsomstandigheden. En dat komt natuurlijk ook omdat die keten zo complex is. Het is natuurlijk enorm ingewikkeld om alles aan te pakken. Dit initiatief richt zich dus op het verbeteren van arbeidsomstandigheden. En je kunt op de website zien welke merken zich daar allemaal bij hebben aangesloten. Het ligt natuurlijk aan wat je belangrijk vindt. Minder kopen is natuurlijk ook geen slecht idee. En er zijn ook allerlei initiatieven zoals kledingbibliotheken of kledingruilfeestjes om mensen aan te sporen om minder te kopen of langer met kleding te doen of op andere manieren aan toch iets nieuws te kunnen dragen. Schone Klerencampagne, dat is een campagneorganisatie. SOMO is daar ook lid van, zelfs medeoprichter van. Voeren campagne voor betere arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie. En ook ondersteunen ook arbeiders en arbeidsrechtenorganisaties en vakbonden. Als er problemen in fabrieken zijn, geschillen. Onderhandelen soms achter de deuren, maar soms openbaar met kledingmerken om tot een oplossing te komen in die gevallen. Op hun website vind je ook heel veel informatie, ook tips over waar je duurzamere kleding kunt kopen of hoe je duurzame keuzes kunt maken. En ook tips om zelf in actie te komen, om bedrijven aan te spreken, dan wel door in de winkel vragen te stellen of e-mails te sturen of op allerlei manieren bedrijven te laten weten dat je het belangrijk vindt dat kleding onder goede omstandigheden gemaakt wordt. Het lijkt misschien als je dat in je eentje doet zinloos, maar als maar zoveel mogelijk mensen dat doen, dan heeft het uiteindelijk effect, hopelijk. Dit was mijn verhaal. Dank jullie wel.